Jongens, kom eens op. Dit kan niet langer zo, hè. 5-1 verliezen bij Feyenoord. Na 4 minuten had er al 3 in het mandje kunnen liggen. Dit is de tweede keer dat ADO eigenlijk tegen een topclub te veel kansen weggeeft en geen gif toont. Ook tegen PSV 7 goals tegen. Dus na de zeepart tegen VVV, nu een zeepart tegen Feyenoord. Een matige wedstrijd tegen NAC. Moet er nu iets gaan gebeuren? Ik denk, 2 mooie wedstrijden komen eraan. Tegen Dickie in Utrecht. Er moet er zeker een punt gepakt worden. Maar er moet meer gif in het team komen. En natuurlijk tegen AZ op 11 november. Op zondagmiddag om 2:30 moet er ook gewonnen worden. Gisteren was er te weinig pit. Wat we verleden jaar wel hadden. We laten ons wegspelen naar de slagbank. Geen duels. Witte broeken. Moet ook een keer zwarte broeken worden. Een sliding maken. Erop vliegen tegen Utrecht.